Welkom bij Sjoerdjes, de kinderkerk waar het elke week feest is. Hey, goedemorgen Sjoerdjes en wat leuk dat we hier weer zijn. Hey, maar Nicky, zie ik dat nou goed? Heb jij een taart? Jazeker, en hij ruikt verrukkelijk. Hij ziet er ook wel heel lekker uit. Ja, daar heb je gelijk in. En ik heb deze hele taart. En deze hele taart, weet je wat ik daarmee ga doen, Femke? Nou? Die ga ik weggeven. Helemaal, alles? Helemaal. En hoorde ik jou nou zeggen dat je wel zin hebt in een stukje taart? Ik zou wel een stukje taart lusten, ja. Dat vind ik wel lekker. Weet je, Femke, ik geef de hele taart aan jou. Aan mij? Ja. Dat is wel echt heel lief van je. En het ziet er ook uit alsof je dat met plezier doet. Jazeker. Ik word heel blij van geven. Nou, weet je, omdat jij er zo blij van wordt, ga ik jou één stukje teruggeven. Wow, dat is lief. Hey, en dat is precies wat God eigenlijk voor ons heeft gedaan. Hij heeft alles wat hij heeft en had, heeft hij aan ons gegeven. En ik geef met een blij hart een klein stukje terug. Ja, en dat sluit heel goed aan bij waar we het vandaag over hebben. Want we hebben het nog steeds over het thema Bring It. En daar is die letter T, ik pak hem even, heel belangrijk. Yes, de T van tiende. En dat is precies wat ik net heb uitgelegd aan de hand van deze taart. En ik zal hem nu eens gaan aansnijden. Ah, het ziet er echt wel lekker uit, hè? En hoe groot, zeker. Hoe groot wordt het stukje, Nicky? Nou, zeker een heel groot stuk. Ja. Oh, wat is dat? Er zit een munt een in. Een muntje. Wat doet die daar dan? Dat is vreemd. En wacht even, Femke, ik zie er nog meer. Nog meer? Hoeveel twee. Heb je er? Twee. En nog geen drie. Jeetje. Ja, ik weet niet wat we ermee moeten doen, hoor. Maar nou, misschien dat het terugkomt in de challenge. Ja, welkom terug bij een nieuwe challenge. Ja, we dachten de een heeft de ene keer gewonnen, de ander de andere keer. We doen het drie keer. Dan moeten we nog een keer ja. doen. Ja. Ja. Nou, ik kan niet helemaal zeggen dat jullie geen idee hebben, want nou, we zitten er iets anders bij dan normaal. Ja. Maar goed, ik heb hier zo'n mooi oranje briefje. Wie wil hem voorlezen? Annikie de eer. Ja? Die als jij hem dan leest, ga ik alvast nog wat dingen halen. Oké. Nou, ik ben benieuwd. Ik word weer een beetje zenuwachtig van. Wat ja, jij hebt. Ja, ik ook. Dit doekje ligt er niet voor niks. Nee, dat wil iets beschermen. Dat denk okay. ik ook. Challenge nummer 4. Fijn dat jullie alvast zijn begonnen met het aansnijden van de taarten. Ik geef graag met plezier. Daarom heb ik in deze taart €10 aan 50 centjes gestopt. Alles wat je eruit haalt, mag je houden. Het enige is, dat je mag alleen je voeten gebruiken. Oh. Oké, jongens, met schoenen, zonder schoenen? Nou, sowieso zonder schoenen. Ja. Oh. Er zitten dus ook nog €1 bij. Dus we moeten €10 eruit halen. Heb je je voeten wel van tevoren gewassen? Nou, ik heb wat gisteren gelust. Wat je eruit haalt, mag je houden. Oké. Okay. Ja? Nou, dan koop ik dan een nieuwe taart van. Want die gaan we natuurlijk niet meer opeten hierna. Maar nee. Er zit dus €10 in. In elke taart. €10. In elke taart. €10. Hoor je mijn stoel kraken? Hey, succes. Oké. Even mijn ding. Oh, dit is wel nasty. Ik zie er al één. Oh, ja, dat is helemaal mijn schoen af. Okay. Ja, ik zie bij jou er wel één. Maar die wil ik ook niet drie? Van je afpakken. Wacht even, wacht, wacht. Oh. Nee. Eén? Okay. Ja. Go. Oh, ja. Glibberig, hé, dit. Oh, goor. Oké, dat was nummer 1, oh, denk ik. Bijna. Of niet? Ja, nee, ik zie kers. Hem. Dit was een kers. Kak. Oh, ja, 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 ik heb hier eentje. Goor. Eigenlijk moet je met twee voeten tegelijk, eigenlijk toch? Dan wel, kun je he? Meer zien. Flutte flut. Ik zie niks. Ik weet niet of je dat kunnen horen. Hoe je wat? Oh, ja, ja, ik zie er ook eentje hier. Nou, volgens mij heb ik al een eurotje. Nou, hier. Ik ook. Als ik hem nog kan vinden. Om hem dan te pakken. Zo. Hij zit ongeveer door, het, ja, door de bodem heen op het bord. Ja. Ik ben hem kwijt. Oh, hier. Het is, ja, hoe noem je dat geluid? Maar het klinkt zo grappig. Oké. Okay. Ja, oh, ja, ja hoor. Dat is mijn derde muntje. Oh, die is hier nog vast. Oh, dit is best nog moeilijk. Ja, je kan het ook niet zo goed aanpakken is met je. Het is best wel heel erg nou, vies. Het is wat? Al €3, en als ik dat dan weggeef in tiende, dat is dan 30 cent. Ja. Ja. Oh, hier is nog een muntje. Oh, nou, bij mij valt het vies tegen, moet ik zeggen. Oeh. Om ze te vinden. Ik heb hier al volgens mij 3 muntjes. Ja, al 3. Flutseflut. Aan de kant. Ja, hier nog zo, eentje. Vind je het helemaal niet vies of zo? Je nou, doet het alsof je het dagelijks doet, Femke. Ja, je gaat er toch een beetje overheen, hè, over die ranzigheid. Oh, nee. Even aan de kant. Oh, hier. Okay.
Ja, zometeen is nog de vraag wie het meest gevonden heeft, hè? Ja, ik weet niet of er een tijd zit. Want ik moet, nou, dat denk ik wel. Alleen, ik moet ze wel even vinden voordat ik ze eraf kan gooien, natuurlijk. Oké. Okay. Oh, zie ik hier nog een muntje? Ja. Hoe gaat het? Ah, het gaat bij mij best wel lekker. Ja? Ja, nou, ik heb al 3 muntjes. Vier. Voorbij. Oké. Okay. Hey, en ik denk dat de kern hiervan is dat ik echt met heel veel plezier dit aan jullie heb gegeven. Dat snap ik. Ja. Ja. Hebben jullie ook genoeg gekregen om weer nieuwe taart te kunnen kopen? Denk ik? Ik denk het wel. Ik heb zo'n 3 euro. Nou, lekker. Geniet ervan. Ja, ik had het denk ik iets tegen. Maar goed. Ik denk dat, we deze taart ook wel heel graag aan een ander hadden zouden willen geven. Dat was eigenlijk wel heel leuk geweest, hè? Ja, daar hadden we veel mensen blij mee kunnen maken. Want ja, nu kunnen we ze moeilijk mee weggeven, toch? Nee, ik denk niet dat iemand dit nog wil. Nee, dat denk ik ook niet. Ik heb in ieder geval met liefde aan jullie gegeven. Heel fijn. Hé, we gaan zo meteen een verhaal kijken over Kain en Abel. En daarin gaf Abel met heel erg veel plezier. Adam en Eva krijgen kinderen. 2 zoons. Het zijn Kain en Abel. De jongens groeien op en helpen hun vader bij het zaaien van het koren en het verzorgen van de schapen. Ze zijn allebei heel verschillend. Kain vindt het leuk om tarwekorrels te zaaien en groene sprietjes op te zien komen. Hij vindt het leuk als er prachtig koren op het veld groeit. Abel houdt veel van schapen. Hij vindt het heel mooi als er lammetjes worden geboren. Soms brengen Kain en Abel een offer aan God. Dat doen ze omdat ze dankbaar zijn dat God voor hen zorgt en omdat ze van hem houden. Ze stapelen stenen op elkaar en leggen daar takken overheen. Bovenop de takken leggen ze dan iets wat ze willen offeren. Kain gaat offeren. Hij neemt wat koren mee en offert dit aan God. Abel doet het anders. Hij kiest het mooiste schaap dat hij heeft. Hij maakt het dood en legt het op het altaar. Abel weet dat de Heere God van hem houdt. En daarom kiest hij het mooiste en liefste dier dat hij heeft en geeft dat aan God terug. Kain houdt eigenlijk meer van zichzelf en kiest niet het beste offer. God accepteert het offer van Abel. Kain pakte eerst zelf wat hij nodig had van zijn koren en gaf wat hij over had terug aan God. Maar Abel zocht de beste dieren uit. Mooie, jonge dieren. Hij gaf eerst een deel aan God en daarna bedacht hij zelf welke dieren hij nodig had. Abel gaf met plezier. Wow, wat een tof verhaal hebben we weer met elkaar gekeken van de broers Kain en Abel. Abel die met heel veel plezier iets gaf en Kain die helemaal niet met plezier gaf. Hoe belangrijk leert het ons eigenlijk dat verhaal dat we met plezier moeten geven, toch Femke? Ja, zeker. En met plezier geven, dat betekent eigenlijk dat je het leuk vindt om iets aan iemand te geven. Denk maar eens na hoe blij die ander zal zijn als hij of zij een stukje taart krijgt. Of als hij of zij misschien wat speelgoed van jou krijgt. Zo blij is God ook als wij aan hem teruggeven. Precies. Hey, en als je het dan hebt over wat kun je geven, dan kan het bijvoorbeeld zijn een tiende van jouw zakgeld. Dat kan je brengen in de kerk bij Superkids. Je kunt iets te eten weggeven aan mensen die minder hebben of niks hebben. Je kunt je speelgoed aan iemand geven. Maar het allerbelangrijkste is dat je geeft met plezier. Ja, en je ziet het misschien al. We hebben allerlei muntjes in de taarten gevonden. Hé, hey, Nicky, vind je het niet zo netjes om het terug te geven aan Production Girl 10%? Zeker, zeker. Hey, ja. Production Girl, jij weet dat we met heel veel taarten hebben gewerkt deze aflevering. En wij willen je eigenlijk, omdat we heel dankbaar zijn, graag een tiende teruggeven. Ja, één stukje uit de taart. Ja, echt niet. Dat doen wij met plezier. Ja. Net zoals dat jij ons gaf. Je moet het echt helemaal houden zelf. Dat is heel lief. Alleen, we willen je vragen. Wij zouden wij niet zijn, net als jij, om zonder handen één hap te nemen. Ja.
Omdat we, want wij geven het echt met heel veel plezier. En het geeft ons heel veel plezier. Ja. En kijk hoe lekker het eruit ziet. Ja, het dat moet we wel eerlijk zeggen. Ik moet wel zeggen dat ik dus al wel een paar taarten achter de scherm. Kom maar. Niet nou, ik kan het wel vasthouden. Hey, ik hou hem vast en jij mag een hap nemen. Ja, goed dat de camera het goed kan zien. Hè? Ja? Hierom ben ik production girl en niet presentatrice. Je kan het, je kan het. Kun jij, kom maar. Oh, zo lekker. Goed gedaan. Hey, het belangrijkste is, geef me plezier. Nou, terwijl Production Girl nog even lekker verder eet. Ja. Ziet er heerlijk uit. Dan, nee, dank je. Ik hoef echt niet.